Rob Groengrijp, laten we even kijken naar jou. Ja, ze gaan nu, er komt zoiets aan hoor, maar dat is... Ik weet niet wat er nu gebeurt. Ik zei, Rob Groengrijp, laten we even kijken naar jou. We hebben geloof ik wel 20 manieren gepubliceerd om gratis te bellen. En waarom? Voor de kick. Voor de kick. Ja. Dan heb je ook nog bijvoorbeeld de Redbox. Als je dit voor een Amerikaanse telefooncel in de hoorn afspeelt... dus je hebt zo de hoorn en je houdt zo dit ervoor. Doe eens hier. Ja. Dit is het toontje wat een Amerikaanse telefooncel wil horen... en dan denkt hij dat er een kwartje is ingegooid, een quarter. Ja. En dit is een dime. Ja. En dit is een nickel. Simpel. Ja, dus even geleden. Heb je dat apparaat nog? Nee. Hoe moeten we jou omschrijven, Rob? Je werd een beetje gezien als de computerhacker. Het is een beetje lastig. Ik doe van alles. Computerdingen, maar ook politieke dingen. Een beetje op het kruisvlak van politiek en techniek misschien. Ja. Je zit hier nu aan tafel. Omdat we eigenlijk praten over het filmpje waar we gisteren aan tafel over gesproken hebben. Die via Wikileak naar buiten is gebracht. Wikileaks. Jij komt uit Reykjavik. Daar ben je geweest de afgelopen hoeveel weken? 2 weken. Ja, wat heb je daar gedaan? Ik ben daarheen gegaan omdat ik door Wikileaks gevraagd werd. Die hebben een soort team bij elkaar gehaald omdat er dus een belangrijk lek was. Dat was dit filmpje. We moeten daar toch iets mee. We willen dat in de openbaarheid brengen. Het zou leuk zijn als dat gebeurde op een manier waarbij het Pentagon dat niet helemaal 3 weken de tijd heeft om daar rustig over na te denken. Wat ze daar eens van gaan zeggen. Het zou leuk zijn als dat een beetje een verrassing is. Want weet het Pentagon dat Wikileaks zo'n filmpje heeft? Nou, dat is de grap. We denken van niet. Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Dat blijft allemaal raadwerk. Maar er is een soort verwarring ontstaan. Er was een filmpje over Afghanistan, een bombardement. Daarvan is toen gesuggereerd dat Wikileaks het had. En Wikileaks heeft dat bevestigd, nog ontkend. Heeft iedereen gezegd, nou, dat is dus ja. En daarna heeft Wikileaks gezegd, we gaan een filmpje publiceren. Toen heeft de hele pers 1 en 1 bij elkaar opgeteld. Wikileaks heeft dat bewust niet tegengesproken. Van, nou, dat is een mooie afleidingsmanoeuvre. Juist. Dus tot de ochtend van de persconferentie had iedereen het over het Afghanistan-filmpje wat Wikileaks morgen dan in de openbaarheid zou gaan brengen. En toen bleek het dus een heel ander filmpje te zijn. En aan de reactie van het Pentagon kun je wel een beetje zien dat die dat ook gedacht hebben. Want die hebben gewoon eigenlijk 2 dagen lang een bad hair day gehad. Zijn nu nog, geloof ik, op zoek naar het filmpje. Geen experts. Dus je zou kunnen aannemen dat ze inderdaad van niks geweten hebben tot we daar in Washington met de persconferentie stonden. Ik ben trouwens overigens niet de man achter Wikileaks of zelfs maar de man achter dit filmpje. Ik heb gewoon meegeholpen. Nee. Ik ben co-producer, staat er op de aftiteling. Ja, ik heb dat zagen we en toen dachten we, die moeten we hebben. Ik heb gewoon hard meegeholpen, maar meer is het niet. Je moet een paar dingen uitleggen. Soms kun je er misschien geen antwoord op geven, maar ik moet ze natuurlijk wel vragen. Hoe komt Wikileaks aan zo'n filmpje bijvoorbeeld? Van een anonieme bron. En die sturen dat op? Of? Wikileaks heeft zich gespecialiseerd, heeft een soort plek voor zichzelf gevonden om de go-to-site te zijn als je geheime informatie hebt die je graag wilt lekken. En je wilt dat op een veilige manier doen. Ja? En je hebt zelf ook niet de kennis of niet de mogelijkheid om daar de ideale journalisten bij te vinden of je vindt dat te gevaarlijk. Dan geef je dat aan Wikileaks. Dat kan op een hele veilige manier. Daar is allemaal encryptie voor. Wikileaks heeft servers in alle landen van de wereld ongeveer. Een enorm netwerk aan vrijwilligers. Wikileaks heeft zich gespecialiseerd om zeg maar een veilige buffer te zijn. En dan degene te zijn die daar dan de ideale journalisten bij gaat zoeken. Yes. Zonder dat de bron daarbij allemaal gevaren loopt. Okay. En heeft daar voor zichzelf een soort vertrouwen opgebouwd. Bronnenvertrouwen dat. De pers weet inmiddels dat stukken op Wikileaks authentiek zijn. Wikileaks doet daar ook eigen onderzoek naar. Ja, maar nu even terug naar dat filmpje. Dan komt er dus kennelijk, ik begrijp dat je dat niet weet of ook niet kunt zeggen, want je wilt natuurlijk de bronnen beschermen. Ik weet het ook echt niet. Maar de bronnen moeten natuurlijk ook beschermd worden, neem ik aan. Op een bepaald moment komt dit filmpje, dus een lang filmpje, ik geloof meer dan 1/2 uur of zo, tenminste wat wij ervan gezien hebben, komt binnen bij Wikileaks. En dan, is er dan iemand die zegt van, nou, dan gaan we maar eens eventjes met Irak bellen of we gaan eens even checken wat dit is? Nee, in dit geval is er een partnerschap ontstaan met de RUV, dat is de IJslandse Omroep. Een aantal mensen rond Wikileaks zitten in Reykjavik. Dat heeft weer een andere achtergrond, daar kan ik zo misschien nog iets over vertellen. Ja. Maar in die partnership zijn een aantal journalisten naar Irak vertrokken. Dat zou eerst veel eerder gebeuren. Dat is eigenlijk pas een paar dagen geleden, of een paar dagen voor de openbaarmaking gebeurd. Er moest van alles voor geregeld worden. Maar er is in die openbaarmaking, in dat hele verhaal, is er vreselijk veel gebeurd, is er vreselijk veel gecontroleerd. Er is niet met de Pentagon gebeld, bewust niet. Ook omdat we vonden dat er is 3 jaar... de mogelijkheid heeft te bestaan voor het Pentagon om dit filmpje in de openbaarheid te brengen, om
Want er is door Reuters omgevraagd, er is door iedereen omgevraagd. Er zijn twee journalisten die in dienst waren van Reuters... zijn omgekomen bij een van deze beschietingen op het filmpje. Dus er is door iedereen om dit filmpje gevraagd. Ze hebben 3 jaar lang dat tegengehouden. En er is een actieve doofpot omheen opgezet. Dus wij vonden van, nou ja, als je 3 jaar geheim houdt... dan hoef je ook niet 3 weken van tevoren te horen dat het er is. Nee, dat begrijp ik. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen... van misschien vanuit aangeboren wantrouwen... dat als ik iets krijg waarop ik het zie, dat ik me ook afvraag... klopt dit wel? Is dit wel echt? Of heeft iemand anders hier ook weer een eigen agenda... om dit naar WikiLeaks toe te brengen? Ja, nou, die vraag moet je jezelf ook altijd stellen. Er is gepraat met heel veel getuigen. Er is in Bagdad gesproken met iedereen rond dat plein... met familie van de mensen in dat busje... er is wel degelijk geverifieerd dat dit verhaal echt waar is. Ja. Is het spannend als je daar in Reykjavik zit? Of is het gewoon, Ja, het was wel spannend. Waar ben je bang voor dan? Nou, het is niet zozeer dat je bang bent, maar je moet wel gewoon een geheimpje bewaren op dat moment. Ja. En het is wel een geheimpje waar mensen op dat moment achter willen komen. Dus dat is met de gordijnen dichtwerken, of is dat overdreven? Nou ja, we hebben in 2 appartementen gezeten. De eerste moest er weer uit, want die was weer verhuurd. En in dat tweede appartement dat zat direct aan een drukke straat. Dus daar keken mensen gewoon zo direct het raam in. Dus die gordijnen gingen dan dicht. Ja? Dus het is niet zo dat we echt helemaal zo... En niet met mensen praten over waar we mee bezig zijn? Nee, maar er werd niet heel veel over gepraat. Nee, er was een klein groepje mensen en we waren met elkaar bezig. Ja. Laten we kijken, want we hebben nog wat beeld wat jij hebt meegenomen... waar jij iets over wil zeggen. Hè? Dus, nou, dat is een stukje wat inderdaad een beetje onderbelicht is gebleven. Eerst zien we even een man die een gebouw inloopt. Zullen we daar eerst even naar kijken? Naar het eerste stukje uit het filmpje. Dit is een half uur na die eerste aanval... Het is dus kennelijk een meneer die gevolgd wordt. Wacht even. Ja, je sprak, maar toen stond de microfoon niet open. Kennelijk een meneer die gevolgd wordt. Dit is kennelijk een meneer die gevolgd wordt omdat hij ergens anders iets heeft uitgespookt. Of omdat hij denken van iets, dat weten we niet. Dat vertelt de video niet, daar mist een stuk. Waarvoor dat mist, weten we niet. Het is niet door WikiLeaks eruit geknipt. Mm-hmm. Maar die meneer loopt dat gebouw in. Met wapen? Met een wapen. Maar goed, in Bagdad is het heel normaal om met een AK-47 over straat te gaan. Omdat het gewoon een heel gevaarlijke stad is met heel veel onderling geweld. Maar goed, er loopt een meneer met een wapen gebouw in. Men zegt van, er zijn al meer mensen dat gebouw in. Er is daar kennelijk iets. En men besluit dan om dat gebouw maar op te gaan blazen. Ja. En men zegt van, het ziet er leeg uit, want je ziet op het dak ook dat er gebouwd wordt. Het is in aanbouw. Men vindt het een leeg gebouw en men besluit om het maar op te blazen. Omdat die ene meneer erin liep? Omdat er dus misschien wel meer meneren ingelopen zijn, dat weten we allemaal niet. Nee. Alleen in onderzoek later blijkt dan dat daar 3 families gewoond hebben. Ja. En dat daar een hele reeks mensen omgekomen is met vrouwen, kinderen, alles. Ja. We gaan kijken naar het tweede gedeelte van het filmpje. Maar misschien is het aardig om voordat we dat instarten even te zeggen... dat we vooral even moeten kijken naar iemand die daar gewoon op de stoep loopt. Ja. Want dat is natuurlijk eigenlijk nogal een vrij wreed beeld. Er wordt besloten, tref dit gebouw maar. En van daar komen we erin. Kijk ook even wie er voor het gebouw loopt. Ja. Maar goed, er zijn na dat moment nog 2 raketten het gebouw ingeschoten. Dit is gewoon een gebouw in een drukke straat. Er staan gebouwen naast. Dit zijn zware wapens. In een stedelijk gebied. Ja, daar moet je volgens mij toch voorzichtiger mee zijn. Je hebt in Israël is heel veel kritiek op het beleid dat als er terroristen jouw huis inrennen... en van daaruit gaan schieten, dan blaast de overheid je huis op. Ja. Maar dan haalen ze mensen er wel uit. Dan zeggen ze, wij gaan nu je huis opblazen vanavond, de dikke pech... Maar in dit geval, dit gaat nog veel verder. Er lopen mensen in je huis binnen, we weten geen idee wie daar verder nog wonen. Maar het bevalt ons niet, dus blazen we de hele tent maar op. Ja. Ik vind dat vergaan. Ik vind het is een beeld van oorlog wat mensen van mij heel erg moeten zien. Uh-huh. Van moderne oorlogvoering vanuit de lucht, in stedelijk gebied, tegen zo'n opstand, is niet schoon. Hoeveel mensen in gestreken uniform in briefing rooms in Washington dat ook staan te vertellen... dat is niet schoon. Je ziet in het verslag van dat eerste aanval... dat alle volwassen mannen die daar getroffen zijn... dat zijn AIF, Anti-Iraqi Forces, Killed in Action.
Allemaal opstandelingen. Ja. En eigenlijk alleen de twee kinderen zijn dan, nou ja, helaas zijn er ook burgerslachtoffers gevallen. Dus daar zie je dat de kennelijke... Dat zijn die kinderen die in het busje zaten. Dus dan zie je dat het kennelijke onderscheid is van, nou ja, alle mannen zijn opstandelingen. En vrouwen en kinderen zijn noodlottige burgerslachtoffers. Ja. Mevrouw Hamer, als u dit ziet, gisteren werd het door generaal buitendienst Cousy als een oorlogsmisdaad bestempeld. Zou u dat, ja... Ja, als je dit zo ziet, dan ja. Zou je dat wel denken, maar... Maar het sneu was dat toen we dan vroegen van... maar denkt u dat daar nou nog iets mee gebeurt? Dat is nee, er gebeurt niks mee. Denk je dat er nog iets mee gebeurt? Ik durf dat niet te zeggen. Ik denk dat er nu wel een hoop druk gaat ontstaan. Ja? Of dat dan druk is om de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn aan te pakken... of dat dat druk is om te voorkomen dat dit soort dingen in de toekomst gaan gebeuren... Nieuwe, zoals dat heet, rules of engagement. WikiLeaks heeft trouwens ook de rules of engagement voor 2006, 2007 en 2008. Dat zijn hele geheime documenten. Mm-hmm. Ook maar gelijk online gezet. Ja, en de rules of engagement, dat zijn eigenlijk de do's en don'ts in tijden van oorlog. Ja. Wat mag je wel en wat mag je niet? Precies. Ja. En wordt het standaard gefilmd? Wordt het standaard gefilmd, dit soort aanslagen? Of ja. Is dat bij toeval dat dit is gefilmd? Ja. Nee, dit is, als ik het goed heb, toch beeld vanuit die Apache zelf. Dit is zoals dat heet, de gun sight. Ja. Dus de camera die zeg maar gebruikt wordt om te richten. Ja. Dan zit er allemaal apparatuur nog op de helm om dan de kijkrichting van de gunner te bepalen. Maar goed, het is feitelijk de apparatuur van de Apache zelf. Ja, je hebt er zijn natuurlijk nog veel meer van dit soort filmpjes. Er zijn ook nog veel meer soldaten... En mensen in het hele militaire apparaat die ook gewetensvoeging hebben... en die ook op filmpjes zitten waar gewoon hele duidelijke oorlogsmisdaden op staan. Misschien wel van Nederlandse militairen. Dus Iedereen moet bewust zijn van als je dat soort filmpjes hebt... als je gewetensvoeging hebt, gebruik WikiLeaks. Ja, stuur het daar naartoe. Lek dit soort zaken. Ja. Niet op mevrouw Hamer die oproep ondersteunt. Nou, het is natuurlijk heel erg goed dat we nu zien wat er gebeurt. Ja. En het is ook goed, denk ik, als de internationale gemeenschap. Want dit moet je echt met elkaar internationaal oplossen. Dus als Nederlandse militairen op dit soort beelden zitten, dan moeten ze die uploaden? Ja, ik zou wel denken dat we dit moeten weten, want dit is natuurlijk wel heel schokkend. Ja, Arnold Karskens zei gisteren van het lijkt mij onlogisch dat het alleen maar Amerikanen altijd zijn die dingen fout doen. Nee, dit is echt iets internationaals, vermoed ik hoor. Maar nog even heel kort erop, wat heb jij gedaan aan dit filmpje? Wat was jouw betrokkenheid behalve... Heel veel organisatiewerk. Gewoon deel zijn van een team die alles doet wat op tafel blijft liggen. Het annoteren, proberen uit te vinden wat er nou precies gebeurde. Appartementen regelen, vluchten regelen. Ja, journalisten moeten naar Bagdad. Je kan het zo gek niet bedenken. Een enorme kostbare aangelegenheid zijn. Ja, WikiLeaks leeft van donaties. Er zijn ontzettend veel mensen die geld geven aan WikiLeaks op dit moment. Ja. Dus het is een kostbare aangelegenheid, maar het kan. Want er is geld. Okay. Kun je dat nog een beetje cool naar kijken als je zo'n filmpje ziet? Hè? Nou, we hebben wel... Er zijn hele emotionele momenten geweest. We hebben dat filmpje natuurlijk een paar honderd keer gezien. En ook nog frame voor frame en de beelden eruit zoeken die dan gebruikt moesten worden. En als je dat filmpje 100 keer zo nauwkeurig bekijkt... en dan komen uit Bagdad de eerste beelden van die kinderen... ja, ja dan zit je wel even te janken. Ja. Dat is niet... Je realiseert je dan, je hebt toch al die tijd gehoopt van... in dat busje zitten enge opstandelingen... en het ligt helemaal vol met RPG's en het was eigenlijk een soort... En dan blijkt dat iemand te zijn die zijn busje gebruikt om wat geld mee te verdienen... en die op weg was met zijn kinderen naar een of andere les. Ja. Ja, dus dat blijkt gewoon een normale rit te zijn... waarbij gewoon een normale Iraakse burger gewonde mensen op straat ziet liggen. En die oppikt. Ja. Hoe is het met die kinderen eigenlijk? Het meisje heeft blijvende schade. Haar postuur is niet normaal geworden door de wonden. Hmm. Maar ze leven allebei nog. Maar ze hebben dus hun vader verloren in die aanval. Ja.